De geregisseerde dood als hoogste vorm van onze beschaving. Praten over de dood is praten over het leven. Als er dan een regering is die zegt, we gaan dat PGB wegbezuinigen, dat is nou net die druppel die de emmer doet overlopen. Het is vreselijk bizar om hier te liggen en te weten, over 5 dagen ben ik er niet meer. Waarom zal je in vredesnaam vanwege zoiets truttigs als een overheidsmaatregel een einde aan je leven maken? De dood is niet makkelijk om onder ogen te zien. Mensen willen leven. Praten over de dood is praten over hoe je nu leeft. We dwingen dus mensen nu eigenlijk vaak om tegen hun zin in verder te moeten leven. Dat is iets waar ik mij collectief voor schaam. Je kunt ze niet meer helpen, je kunt ze niet meer redden, je kunt ze niet meer beter maken. Maar een waardig einde geven, zoveel mogelijk zonder pijn, dat is iets wat je dan op zo'n moment nog wel kunt. En in die zin heb ik het eigenlijk altijd als iets, ja, zeg maar iets heel goeds, iets heel moois beschouwd. Het gaat er niet om dat ik dood wil, het gaat erom dat ik het lijden niet meer wil. Deze documentaire, Praten over de dood, is binnenkort te zien.